Mijn naam is Tinaika, ik kom uit Bonaire. Ik woon sinds 2012 hier in Nederland. En toen ik naar Nederland kwam, was ik op zoek naar een kerk die ook soortgelijk is dan wat ik gewend ben. En toen ik hier kwam, was het ook een hele andere omgeving, andere sfeer. Ik heb nooit meegemaakt daar tijdens je worship dat je ogen sluiten en handen omhoog doet. Dus voor mij was het eerst, dacht ik van oké, wat voor show is dit? Dus ik dacht, een beetje te dramatisch voor mij, want ik ben sowieso niet gewend. Aan de ene kant was het leuk, maar aan de andere kant een beetje, ik was een beetje sceptisch. En ik denk, in mijn tweede of derde jaar dacht ik van oké, ik moet nu wel een besluit nemen. Ik kwam al een tijdje hier in de kerk en ik kan niet blijven komen om te komen. Ik moet ook meer betrokken worden en toch meer doen. En toen werd ik door Chelsea uitgenodigd om haar Connect te joinen. Ik weet nog, het moment dat ik echt dacht van oké, nu ga ik God volgen, was het op een Young and Free Night. Voor het eerst heb ik de Heilige Geest gevoeld. Ik ben helemaal emotioneel begon te huilen. En die dag heb ik echt gezegd van oké. Nu heb ik ook maanden toen opgestoken en sindsdien ook meer betrokken te zijn. Nadat ik de keuze heb gemaakt om God te volgen en meer betrokken te raken, heb ik ook gemerkt dat in mijn persoonlijk leven ook veel beter ging. Ik heb mijn scriptie gehaald in één keer en ik was echt heel zenuwachtig daarvoor. Ik heb een baan gekregen, ik ben verloofd, maar ook persoonlijk dat ik ook meer rust heb en ook durf om God te vertrouwen in alles. Want als christen betekent niet dat je slechte of minder goede momenten zullen niet krijgen, maar omdat je met God loopt, dan is het toch makkelijker om doorheen te gaan. En ik denk dat dat het belangrijkste voor mij is, om leren te vertrouwen op God.